het was ongelooflijk. Hij kwam eigenlijk toen PSV net Europa Cup had gewonnen. En wij hadden allemaal zoiets van, ja, moet hij er nou bij dan? Romario was natuurlijk een artiest. Die niet misschien helemaal voor het voetbal leefde. Als hij dat had gedaan, was hij nog beter geweest. We gingen de eerste keer dat ik trainde met Romario. Dat was, nou ja, typisch verhaal. Natuurlijk sneeuw. Een heel klein Braziliaantje. Met echt gewoon koud, handschoenen, muts. Maar je kon wel meteen, ik had wel meteen zoiets van, ja, dat gaat voor mij wel lastig worden, Romario. Hem dan op Schiphol moest opvangen. Hij kwam altijd te laat terug. Dan was zijn moeder weer ziek. Of dan was zijn dochtertje weer ziek. Als het over moeilijke dingen ging, dan sprak hij ineens geen Nederlands meer. Maar hij kende o zo goed Nederlands. Op het krankzinnig af, een beetje asociaal ook. Super slim, wanneer hij iets nodig had. Hij was natuurlijk altijd een beetje moe. Jij weet dat ik slaap veel. Om te slapen in Nederland is beter. lekker koud daar. Als je bij hem thuis kwam op de afgesproken tijd voor een interview, dan lag hij vaak te slapen. Maar hij was zo individualistisch ingesteld dat, ja, hij pakte gewoon de bal en ging gewoon zijn ding doen. En als hij je dan een keer de bal gaf, dan gaf hij hem alleen maar omdat hij niet anders kon. Nou, wel dat hij anders kon, maar dat hij wist dat hij hem terugkreeg. Wanneer iedereen op hem ging mopperen, dan maakte hij er 3. Verder deed hij niet zoveel. Nou, die heeft ongelofelijke goals gemaakt, Romario. Ploeg zwak. Het is de 16e goal voor Romario. Ja, die is onsterfelijk in Eindhoven. Maar ze vergeet ook wat hij allemaal geflikt heeft in Eindhoven. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...